Kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid. Bovendien heeft samenwerken een positief effect op het leerresultaat van leerlingen. Als docent is het echter niet eenvoudig om samenwerkingsopdrachten goed te begeleiden en te beoordelen. Hoe krijg je zicht op de samenwerking van leerlingen als die samenwerking zich voor het grootste deel buiten je blikveld afspeelt? Het principe van een wiki draait om samenwerking en daarom is het uitermate geschikt voor groepswerk. Een wiki is een verzameling van webpagina's die iedereen kan bekijken en bewerken. Je kunt een wiki afschermen voor buitenstaanders. Je moet dan inloggen om erbij te kunnen. Een wiki kun je goed gebruiken voor online samenwerken. Een wiki maakt de samenwerking tussen leerlingen gemakkelijker en vergroot het zicht van de begeleider op het proces. Dat levert een aantal voordelen op. Alle groepsleden werken aan hetzelfde document. Er is maar één laatste versie. Die staat altijd op dezelfde plek en is voor iedereen op ieder moment toegankelijk, ook voor de begeleider. Iedere bijdrage is per direct zichtbaar. Alle groepsleden, ook de begeleider, worden van een wijziging direct op de hoogte gebracht. Iedere wijziging wordt bewaard. Je kunt zien welke wijziging op welk moment en door wie is aangebracht. Bovendien kan deze geschiedenis je als begeleider veel waardevolle informatie geven over het groepsproces. Heeft iedereen wel voldoende bijgedragen aan het eindproduct? Je kunt de wiki eenvoudig dynamischer maken door het toevoegen van foto's, video's of online toepassingen. Op iedere pagina kun je reageren. Dat geldt voor de groepsleden, voor de begeleider, maar ook voor andere leerlingen. Per pagina kan er een levendige discussie ontstaan over de inhoud ervan. Het werk van een groepje leerlingen is ook zichtbaar voor andere leerlingen. Ze kijken bij elkaar, geven elkaar feedback en leren van elkaar. En wat kost dat? Helemaal niets! Een educatieve wiki, bijvoorbeeld bij PBWorks of Wikispaces, is helemaal gratis.